Glory 80 is helemaal uit de hand gelopen. Dat komt door de aanwezigheid van hooligans. Maar ja, daarna werd er van alles gegooid. De wedstrijd werd stilgelegd. En daarna ontstond een totale chaos. Verschillende groepen mensen gingen vechten. Nou, dit zijn dus gewoon de stoelen die overal gegooid zijn. Dit zijn dus de stoelen die overal gegooid zijn hier. Ja, en vanaf verschillende kanten kwamen mensen vanaf de tribunes naar beneden. Begonnen ze met bekogelen van elkaar. Ja, waardoor de security niets anders kon doen dan het toernooi stopzetten. Echt nog nooit gebeurd dit in de geschiedenis van Glory. Er zijn wat incidenten geweest met eerst de Badr Hari-gevecht en Rico Verhoeven. Dat het zo uit de hand is gelopen. This fight will not continue until you return to your seats.